Deze highlights worden u aangeboden door FedEx en PlayStation. Officiële sponsors van de UEFA Champions League. Dat is een mooi paasje van Griezmann en dat is gevaarlijk met een bal hier voor Carrasco. Maakt zich vrij, dit is de eerste kans voor Atletico, gaat erover. Dat is het spel van Atletico, de snelheid op de rechterkant. En weer Griezmann. Ja, dat is goed gevoetbald. Griezmann zit erdoor, knal en daar zijn de vuisten nodig. Of de handpalmen van Mignolet. Heel erg goed van Molina. Ah, daar is hij, daar is hij. Dat is gevaarlijk. Ay, Morata is helemaal weg. Oog in oog met Mignolet. En Mignolet redt. En overgenomen door Llorente. Mignolet wil niet geklopt worden in de Champions League voorlopig. Jutgla met Soa. Jutgla een kans. En hij gaat over het been. En Soa scoort. Daar is 1-0 voor Club Brugge. Kamal Soa voor de voorsprong voor Blauw-Zwart. Op 10 minuten van de rust. Ik dacht, Zoetkla, waarom ga je niet liggen? Dat is de penalty. Maar nee, dit is zoveel beter. Dit is dan toch bij de eerste kans voor Club Brugge. Meteen de goal. Dat is wat je moet doen in de Champions League. Netjes op het dienblaadje, maar voor het intikken. Het is wel waar wat je zegt, Peter. Hè. Hier kan je neergaan en zoeken naar de penalty. Dat deed hij niet, omdat hij wist dat er nog iets meer en beters in zat. Namelijk deze assist voor Soa. Kondogbia levert zijn eerste bal in bij Buchanan. En daar is Jutgla. En de save van Oblak. Een hand om Jutgla van het doelpunt te houden. Uitstekende kans voor Club Brugge. Buchanan en Jutgla lassen zo dichtbij. Oblak is sterk. We zitten bij Hans van Aken. Met Jutgla. Met Buchanan. En Jutgla. Ja! Daar is Meral Jutgla. Hij doet het allemaal. De Spanjaard. Een droom die uitkomt voor Meral Jutgla. 2-0. Peter kan hier niet plaatsen. Uitgerekend tegen Atletico Madrid. 2-0 Club Brugge. Spanje gaat hem helemaal kennen nu. Wat de bedoeling was van een 1-2. Kwam er aanvankelijk niet helemaal uit. Omdat Buchanan iets anders in gedachten had. Maar via Witzel toch terug voor de voeten van Jutgla. En die aarzelt niet. Wat zou hij vandaar in de box netjes weggelegd. Zonder aarzelen. Zijn moment, zijn avond. Hij blijft er nog rustig onder. Kijk eens wat dat teweeg brengt op de tribunes van Jan Breidel. Konja wil buitenom en dat lukt nog ook. Geeft hij een penalty? Oh, dat lijkt mij gemakkelijk. Dat lijkt me niet echt gemakkelijk. Hij gaat zeggen, hij is contact met de knie, een been ertussen gestoken. Ja. Mignolet is wel een beetje een specialist. Kan hij zijn clean sheets nog blijven volhouden tegen Antoine Griezmann? In principe wel een specialist. Twee specialisten tegenover elkaar. Anders nog wel een prangend slotkwartier. Griezmann. Oh, zit Club Brugge ook wel mee. Alles zit Club Brugge ook wel mee. Een kanonskogel afgevuurd. De lat bijna doormidden, maar geen aansluitingstreffer. Dat is even het licht uit. Maar Cunha staat tussen een Bruggeling of 4-5. Dat wordt toch redelijk moeilijk. Tegen de grond gewerkt. Een vrije trap natuurlijk wel. Ja, uiteraard. Overtreding. Het is Joao Felix die het doet.
En zegt van Mignolet. Luid applaus in Jan Breidel. Simon Mignolet wil ook na 3 wedstrijden een clean sheet. No, bijna niet, want de verrassende uithaal van Correa. Maar ik herhaal het, hij wil een clean sheet. Nog eens Correa. Wegkoppen door Spileers. Deze highlights werden nu aangeboden door FedEx en PlayStation. Officiële sponsors van de UEFA Champions League.